Zo, lieve YouTube-kijkers. Geen zondagmorgenpraat, maar een donderdagmorgenpraat. Om de dood te vallen gereden, ik heb nu vakantie. Ik zeg, vorige week een keer corona gehad. Dus ja, dan is het lastig om dan op zondagmorgen eventjes te gaan hardlopen. Want daar ging het niet helemaal goed. Maar goed, uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Vandaag weer gelopen. Maar oei. Je merkt toch wel dat het dat gaat niet in de koude kleren zitten, zoiets. Qua conditie. Op zich had ik... andere auto, andere houder. Deze houder die is niet helemaal top, zeg maar. Ik ben nou weer te zakken. Wat verdorie nog eens naartoe. En in ieder geval, pot voor drie. Nou. Het was toen best wel heftig. Ik voelde hem deze keer goed. Ik, tijdens het hele corona gebeuren, nul keer ziek. Nu denk ik dat ik voor in het allereerste jaar van corona dat ik het wellicht wel gehad heb, maar ook dat was in een vakantie, was toevallig met kerst, bij een tussenkerst oud en nieuw ben ik ziek geweest een paar dagen en wellicht dat ik denk dat dat ook een corona gevalletje is geweest. Maar dat weet ik dus niet. Ik heb toen nog niet getest. Omdat ik ziek thuis was. Het was vakantie. Ik ging nergens heen. We hadden verder geen andere plannen. Dus er is ook verder niks geweest. Niet buiten de deur geweest. 3 dagen goed van de kaart geweest. 4e dag kon ik eigenlijk alweer wat gaan doen. Toen ben ik ook gaan sporten en alles. Daar heb ik ook een vlog over gemaakt. Van toen de tijd al, kun je nagaan. En volgens mij heb ik het ook opgenomen. Ja, volgens mij heb ik daar een vlogje van. En nu eigenlijk was het langer. Want ik was vorige week woensdag ben ik ziek geworden. En eigenlijk maandag pas een beetje. Ja, dat ik me een beetje. Ja, goed voelde. Dat ik niet meer bedlegerig was. Enzovoort. Zondag was nog een lastige dag. Maar maandag ging het eigenlijk wel weer. Dus wat dat betreft was daar niks aan de hand. Nou goed, dan doe je toch even een paar dagen rustig aan nog. En toen dacht ik vanmorgen van nou, laat ik eens eventjes weer gaan sporten. Daar ik even met mijn dochter naar school. Laatste spulletjes uit de kluisje halen en rapport ophalen, dan heeft hij ook vakantie. Dus van tevoren eventjes lekker sporten. Kan nooit kwaad, altijd goed voor het lichaam. Maar poe was het. Dat is eventjes lastig. Dus qua tijd. Het gevoel qua lopen had ik eigenlijk niet dat ik heel traag was of dat het moeilijk ging of zo. Maar ja, ik weet niet. Uiteindelijk voel je toch dat het niet lekker gaat. In de laatste ronde merkte ik al iets. Alles beter dan helemaal niks doen. Want als ik helemaal niks doe, ja, dan doe ik niks. Dus, toch maar geweest. Daar ga ik dus naar school. En dan ga ik zondag, want we hebben vanavond natuurlijk weer trainen met Malden. Morgenavond hebben we een oefenwedstrijd tegen een eredivisieclub uit Luxemburg. Dus die komen morgenavond
En dan hebben we even 2 weken pauze. Dan hebben we even 2 weken rust. Ah, waarschijnlijk zijn ze met de kozijnen bezig. Ze kwamen van ons, bij ons de kozijnen schoonmaken vanuit de woningstichting. Daar zijn ze nu mee bezig. Dus, ja. Kort, weer een kort vlogje natuurlijk. Op de donderdagmorgen. Eigenlijk een vervanger van de afgelopen zondagmorgen praat. Maar zoals ik al zeg, dat ging dus niet. Nou, hiermee gezegd hebben, zou ik in ieder geval zeggen van, vond je deze ook leuk? Even in de chique auto. Mag ik niet zeggen. In de chique auto. Even een blauw duimpje omhoog, abonneer op de kanaal. En dan zie ik je aanstaande zondag weer. Want ik ga natuurlijk zondagmorgen weer gewoon wel mijn zondagmorgen praatje houden. Deze gaat erin, als een zondagmorgen praat, op een donderdagmorgen. Goed, geeft niet. Blauw duimpje, abonneer op de kanaal. En dan zeg ik zoals altijd, tjoe!